Ik lieg nooit. Ja. Oké, maar bedankt. Dat is natuurlijk verkiezingspraat. Hè. Ons programma is berekend, zowel aan uitgaven als aan inkomsten. Maar ik ga een wedervraag stellen. In de federale begroting op dit moment is aan ontvangst ten zijde 500.000 voorzien opbrengst pensioenfondsen. Kan u mij zeggen, ten aanzien van de kijkers, over welk pensioenfonds het gaat? Ja, absoluut. Ik ben blij dat u mij die vraag stelt, want ze ergerde dat u mij ze stelde. Want u weet waarover het gaat. Nee. Het is een Vlaamse instelling, meneer Leterme. De VRT. De Vlaamse watermaatschappij die onder Chris Peeters valt. Die aan Chris Peeters gezegd heeft dat ze geïnteresseerd heeft het pensioenplan, het pensioenfonds over te dragen. En de federale regering heeft met uw kabinetchef, meneer Dont, daarover onderhandeld en gesproken. Dus u zegt de hele tijd, welk pensioenfonds? Het is een Vlaams fonds dat u zelf gevraagd. We gaan... In welke sneakers gaan we niet vervallen, waar of niet? Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt. Europees commissaris voor concurrentiebeleid Nelly Kroes zegt dat premier Leterme liegt over het weekend waarin een akkoord gesloten werd over Fortis. Volgens Leterme was de Europese Commissie onbereikbaar toen de Benelux-landen samen zaten over de redding van de bank. Volgens Kroes is dat onjuist. Ivan Olivier. Maandagochtend, 29 september. Na een marathonvergadering de hele zondagmiddag en nacht komen de regeringen van België, Luxemburg en Nederland tot een akkoord over Fortis. De drie landen schieten de bank te hulp met 11,2 miljard euro. Dat geld moet de spaarders geruststellen en het financiële systeem stabiliseren. Zondag in het politieke debatprogramma Buitenhof vertelt Leterme waarom de commissie niet dadelijk over de operatie werd ingelicht. De cruciale zondagnamiddag waren de kantoren van de Europese Commissie gesloten. Gelukkig was er Jean-Claude Trichet die in een tijdspanne van 3-4 uur in mijn kantoor stond. Maar de Europese Commissie was op dat moment onbereikbaar. Maar volgens Nelly Kroes is dat een leugen. Wat de minister-president van België afgelopen zondag in Buitenhof gezegd heeft, is een leugen. Dat is niet waar. We zijn wel bereikbaar en wij stellen onze vragen helder. Hij moet alleen antwoorden. Dus de serie is gekruid, mag ik zeggen? Dat hoeft helemaal niet, maar er moeten geen leugens verkondigd worden. Kroes wil overigens nog meer informatie van de Belgische regering. Ze moet als commissaris voor concurrentie nagaan of deze transacties verlopen zijn volgens de regels van de Europese Unie. Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt. Voor het kernkabinet in het parlement heeft premier Leterme toegegeven dat de Europese Commissie tijdens de Fortis-crisis wel bereikbaar was op haar kantoren. In een Nederlands tv-programma had hij dat zondag nog tegengesproken. Europees commissaris Nelly Kroes noemde Leterme daarop een leugenaar. Maar, zegt de premier, ik was fout ingelicht door een medewerker, Goele de Vrooy. De oppositie noemt het nooit eerder vertoond. Een Europees commissaris die een premier van een lidstaat beschuldigt van leugens. En dan nog terecht ook. En wat heeft u daarin bezield? Want het is toch ontegensprekelijk zo, zij waren daar wel. Als u dus probeert uit te leggen, wij hebben die meldingsplicht verzuimd omdat wij u niet konden bereiken, daar is geen twijfel mogelijk, u ligt op dat ogenblik. De premier heeft het over nutteloze commotie, maar geeft toe dat de Europese Commissie wel bereikbaar was en dat hij fout was ingelicht die bewuste dag. Waar ik effectief op een bepaald moment terloops de opmerking heb gemaakt of de commissie niet fysiek aanwezig moest zijn. Er is mij toen gezegd dat zij niet beschikbaar was. Het is weer iemand anders die van u de schuld krijgt. En dat is keer op keer hetzelfde. U bent verantwoordelijk voor de aanpak van de financiële crisis. Niet de medewerker of wie dan ook die u zegt, als het waar is, dat de kantoren dicht zijn. U had contact moeten nemen met de bevoegde Europese commissaris. U heeft dat nagelaten. En dat is uw verantwoordelijkheid, niet die van iemand anders. Après le temps des menaces, voici maintenant le temps des mensonges. Vous avez géré ce dossier avec beaucoup d'amateurisme et les dégâts sont immenses. Premier Leterme zei dat hij onder vier ogen nog wil praten met Nelly Kroes over haar woordgebruik, maar dat hij veel respect heeft voor de Europese Commissie. Ik breng daar heel wat respect voor op, maar voor mij is de centrale doeling bijzonder veel waard, zo niet alles waard, namelijk zorgen dat datgene wat we aangekondigd hebben, dat we gingen zorgen dat het geld van de Belgen, van onze landgenoten, in veilige handen blijft. Dit is de centrale doelstelling en daarvoor zet ik mij in. Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt.
Investeren in aandelen is altijd verbonden met risico. En soms vergeet men dat. Maar dus beleggen in aandelen, economische activiteit, ondernemen, dat houdt ook risico in. Ja, maar en de winst is ook vaak groter dan een gewoon spaarproduct, maar het risico ook. Dat betekent dat ook u maandag met een visademtje zal zitten wachten op die beursaandelen en de koers. Ik heb geen aandelen, maar ik zal inderdaad, en vorige week maandag vooral was het, na die lange nacht was het bij ons angstig kijken naar hoe de koers zou evolueren. Ik heb daar verder geen commentaar op te geven. En ik vind ook... U heeft die informatie wel vrijgegeven, dat moet dan... Ja. Gewoon de informatie, zonder meer. En voor de rest vind ik dat privézaken zijn. Ja. Maar daar heeft de burger dan wel recht op om te weten dat u geld verloren heeft in de crisis? U die invloed uitoefent op beurskoersen door de informatie u verstrekt, mevrouw De Win, waar heeft u uw beleggingen gedaan? Ik heb geen beleggingen. Heeft u niks? Heeft u geen bank? Bent u geen cliënt bij een bank? Ik heb gewone deposito's bij gewone, normale banken. Een woord deposito, letterlijk vertaald, we zeggen belegging. Dus u heeft wel beleggingen. Ik ben geen premier. Nee, natuurlijk niet. U wel. Goed, maar ik ga nu gaan antwoorden in de Senaat. Oké, bedankt, premier. Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt.